Hoi allemaal. Hoi. Vandaag zijn we weer een wandeling aan het maken bij kasteel Groeneveld, zoals je misschien achter ons kan zien. Het is in het begin 18e eeuw gebouwd en daaromheen is een heel mooi park gebouwd en dat gaan we aan jullie laten zien vandaag. Dus loop lekker mee. Het regent een beetje, maar dat mag de pret niet drukken. Nee, oude koud kikkerlandje toch? Komt goed. We zijn dus in Baren. Dat is tevens ook het stadje waar ik geboren en getogen ben. En wat wel heel leuk is, hier kwam ik vroeger eigenlijk altijd al met mijn ouders bijvoorbeeld om de hond uit te laten, om hutten te bouwen. En je ziet eigenlijk dat het nog niet veranderd is in de loop der jaren. Nog steeds worden er hutten gemaakt hier, zitten letten. Heel veel mensen laten hun honden hier nog steeds uit. Het is wel wat druk af en toe, maar het is wel echt een prachtig park om een keertje gewoon voor een middagje naartoe te gaan. Het voordeel van de hut is wel dat je lekker kan schuilen in de regen in ieder geval. Dus we hebben geluk hierbij. We zijn nu onderweg naar de Wijnberg. En de Wijnberg is het hoogste punt van het park hier bij Groeneveld. We staan dus nu op de Wijnberg. Het is niet echt een hele hoge berg natuurlijk. Maar wat heel leuk was, vroeger, als het hier sneeuwde, kon je hier met de slee naar beneden. En dan had je dus twee keuzes. Of aan deze kant, dan eindigde je tegen een prikkeldraad. Of aan de andere kant, dan eindigde je in het water. Tenzij het genoeg gevroren had, dan ging je door over het ijs. Thank you.
was deze hiker voor vandaag. We vonden het eigenlijk best wel een leuke hike, toch? Zeker. Ja. Heel veel afwisselende paden. Je kan eigenlijk op elke leeftijd kan je hier lekker rondlopen. Want je hebt zowel onverharde als verharde paden. En je kan goed naar het kasteel kijken. Zeker een aanradertje. Oké, doei! Doei! Bedankt voor het kijken! Doei!